Het AstraZeneca-vaccin is niet afgewezen door de Nederlandse gezondheidsautoriteiten. De geluiden dat het middel is afgewezen en niet meer in Nederland wordt gebruikt om te vaccineren, berusten niet op waarheid. Dit zei huisarts Malti Mohan Sarju gisteren in ons actualiteitenprogramma Q&A. AstraZeneca niet afgekeurd is door Nederland. Nederland vaccineert nu nog steeds met AstraZeneca. Ze hebben wel hun groepen, alleen maar 60 jaar en ouder, die daarmee gevaccineerd worden. Ik heb zelf families die in Nederland hun bewijs hebben gestuurd van kijk, ik ben met AstraZeneca gevaccineerd. Dus er wordt nog steeds gebruikt. Maar Nederland heeft verschillende soorten vaccin. Dus je mag nog een keuze maken van wil je Pfizer, wil je Moderna of wil je AstraZeneca. Dus dat is de mogelijkheid die je hebt in Nederland. Wij hebben alleen maar AstraZeneca, dus wij vaccineren met AstraZeneca. Als misschien over een maandje of zo andere soorten vaccins beschikbaar zijn, dan zal de patiënt, de persoon ook kunnen zeggen van oké, maar dan wil ik die of die hebben. Mohan Sarju legt uit dat onduidelijkheden over een AstraZeneca-vaccin-type, welke geproduceerd wordt in India, niet nodig zijn. Er worden mogelijkheden bekeken om huisartsen te trainen voor het inenten. Het is hetzelfde vaccin AstraZeneca, maar het is geproduceerd door Serum Instituut India. Oh, okay. En die heet dan Covishield. Covishield. Ja, dus okay. het is alleen een andere naam, omdat het van daaruit komt. Oh, okay. Ja, het is van de fabrikant zelf, toch? Maar het is van AstraZeneca zelf. We zijn dan we zijn bezig te plannen om hun te trainen in het vaccineren, want het is een ander soort vaccin dan wat we gewend zijn. Al die kindervaccins is een beetje anders dan dit. Je moet wel de juiste manieren, werkwijze ervan kennen, voorbereiding, toediening, etc. Het vervolgen van de bijwerkingen. Dus het is een heel groep van zaken die erbij komen kijken. Een aantal particuliere huisartsen zouden zich al hebben opgegeven om ook te kunnen vaccineren. Het is belangrijk om deze groep medici te trainen, omdat het vaccin verschilt met andere vaccins. En in het geval van COVID-19 veel meer gevoelige zaken bij komen kijken.